Welkom bij Gouwestad Informatief. De veteranenvereniging Regio Gouda telt nog maar 20 leden. Vanwege het slinkende aantal leden en het niet kunnen vinden van een opvolger van de vorige voorzitter, ziet de vereniging zich genoodzaakt om zichzelf op te heffen. Maandelijks kwamen de leden bij elkaar en elk jaar werd afgesloten met een gezamenlijk etentje. Dit jaar zullen de SOBATS, dat betekent kameraden, op 18 december voor het laatst samen van een afscheidsmaaltijd gaan genieten. In de studio is de heer Karreman aanwezig. Hij is interim voorzitter van de Veteranenclub Gouda. Meneer Karreman, welkom. U ziet er indrukwekkend uit. Kunt u iets? Ja, ik vind het indrukwekkend. Om te beginnen, kunt u iets vertellen over het, niet de tenue wat u stel heeft, niet zoveel voor hoor. Nou, ja. Dit is een veteranentenue. Ja. En het betreft korps mariniers. Oké. Okay. Ja. En dit zijn de onderscheidingen. Dat is van Nieuw-Guinea, ja. Herinneringskruis. En dit is van de Vierdaagse. Dus oké, okay, en de andere? Dat is de zoveel jaar bestaan van 50 jaar Nieuw-Guinea. Oké. Okay. En ja? Daarboven heeft hij ook nog een... Dat is een veteranenspeld. Oké. Okay. Ja. Dus die krijgen we allemaal als we uitgezonden zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het er mooi uitzien. Mooi. U gaat straks voor het laatst met elkaar eten op 18 december. Ja. Gaat u een afscheidetje hebben. Gaat u weer Indische nasi eten, volgens traditie? Nee, we gaan Hollands eten. Oh. En we hebben rode kool met appeltjes en varkenshaas. Weet je, afgestapt van de traditie of deed u dat voorheen ook wel afgewisseld? Nee, het was zo, we gingen altijd naar de Chinees. Mm. En nu, de laatste keer, omdat we ieder jaar of iedere maand bij de La Patapoe waren. Ja. En toen zei die eigenaar, hij zegt, je kan bij ons komen eten, als je dat wil. En dan kon hij ook zorgen voor een Indische maaltijd, dat wel. Hij zegt, maar wat denk je van een Hollandse maaltijd? Nou, dat vinden we prima. Ja. Dus dat hebben we afgesproken. Dat is ook lekker, ja. Ja. Even over de veteranenvereniging Regio Gouda, die stopt. Zijn er eigenlijk meer verenigingen in andere regio's actief? Ja, legio. Legio zelfs. Alleen daar hebben we geen contact mee. Nee. Hoe komt dat? Is dat nooit gezocht? Nee. Is dat nooit dat hebben, daar hebben we geen behoefte aan eigenlijk. Hmm. Nee. Kijk, het is zo, als je dus een landelijke reunie hebt, dan kom je toch al bij elkaar. Net als bijvoorbeeld de feesten in Den Haag. En dan zie je elkaar wel, maar daarna hebben we geen contact. Nee. Nee. U kwam eigenlijk alleen met het clubje bij elkaar, maandelijks. Klopt. Gebeurde daar nog iets bijzonders of was het vooral om elkaar te zien en te spreken? Nou, er gebeurde legio. Ja. Er waren in eerste instantie waren de mensen of de leden, die brachten een inbreng met hun eigen filmpjes van vroeger. Oké. Okay. En die werden dan vertoond. Ja. En daarnaast hadden wij een generaal, een brigadegeneraal buiten dienst, die voortreffelijke lezingen hield. En die was zo boeiend dat het verschil met het verhaal van hem of de film van ons, dan na 20 minuten film, dan zag je de rest slapen. Ja, dat trok het niet meer. Nee, dat trok het niet meer. Maar dit wel, hij boeide verschrikkelijk. En ter afscheid heb hij ook een boek geschreven. Oké, okay, voor het afscheid van de vereniging. Ja, en dat gaat stoppen. Puur over de Eerste Wereldoorlog. Oh. Er zit alle informatie in van begin tot eind. Van de Eerste Wereldoorlog, ja. Dat is allemaal lang geleden. Want voor onze beeldvorming, de veteranenvereniging bestaat uit leden die hebben gevochten in onder andere Indonesië, Guinea, ja. En Nieuw-Guinea, ja. En Korea. Okay. Ja, dat waren zijn de heren, denk ik, met name. Van, wat zegt u? Allemaal heren van, toch al gauw zo'n 90 jaar allemaal. Nou kijk, ik ben de jongste en ik ben 79, mm-hmm. Ik heb in Nieuw-Guinea gezeten. En tussen de Indonesië-gangers en Nieuw-Guinea-gangers zit 10 jaar tussen. Dus kun je nagaan, 89 kom eerst en dan, er zijn er al van 103, van 93. Ja, ja. Ja. Nou, misschien halen ze dat ook nog wel, ja. Maar niet meer in verenigingsverband. Nee, het is afgelopen. Ja, wat mij verbaasde is dat, ondanks dat de heren in kwestie, Kluis, al wat ouder zijn, dat toch de vereniging pas 13 jaar geleden is opgericht. Ja, dat klopt. Waarom niet zoveel eerder? Ach, je moet maar iemand hebben die op het idee komt, kom, laten we elkaar eens opzoeken. En dat is gebeurd. Uh-huh. En dat is dan ruim 10 jaar geleden. 13 jaar geloof ik, hè? Ja. En dat was de heer Kruisinga, hier in Gouden wel bekend.
En is inmiddels ook overleden. Mm-hmm. Maar goed, dat was de oprichter. En daaromheen heeft hij een bestuur gevormd. En toen leden in de krant gezet. En via de radio is het nog geweest. Radio Gouwestad is dat destijds. En toen waren er ongeveer 80 leden. Ja. Ja. Maar nu zitten we op 20. Mm-hmm. En werd daar toen ook geselecteerd op die lichtingen? Op nee, helemaal niet. Niet per se? Nee, niet per se. Het was namelijk zo om... Kijk, als je denkt, nou, ga wel lukken en ik krijg zoveel leden. Maar ja, en als je ze niet krijgt, want nu zijn we ook bezig. Nou joh, ja, maar ik ben geen veteraan. En dan zei we, joh, dat geeft niet. Kom er maar bij. Mm-hmm. Praat maar mee, weet je wel. En dat had je toen ook eigenlijk al. Maar het ging om de veteranen in feite. Ja. En waarom het zo laat is, ja, ik zeg het. Als ik me op mijn eigen betrek, ik ging ook, werd pas, nou, misschien wel 20, 30 jaar later, kwam ik bij de veteranenclub. Dus, Ja, want ik las ook dat er weinig aansluiting heeft kunnen plaatsvinden met jongere veteranen. Ja. Want je zou je kunnen voorstellen dat je ook dat gaat uitbreiden, waardoor er ook wat jongere leden zich aansluiten en de vereniging kan blijven bestaan. Maar dat heeft niet zo gewerkt. Nee, dat klopt. Maar dan moet je ook eerst een volledig bestuur hebben. Wil je dat vaak kunnen maken? Ja, dat is wel een probleem. Nou, ja. Dat is niet gelukt. En dan komt er nog bij. Wij zijn, nogmaals, Indiëgangers, Nieuw-Guinea-gangers en dan de Korea. En dan krijg je een hele tijd niks. Ja, en dan krijg je die missies. Weet je wel, Afghanistan, Libanon en zo. Nou, die zoeken elkaar weer op. Ik las ook dat het, het wordt waarschijnlijk een hele emotionele avond. Nou ja. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren die avond? Is er nog wat gepland? Nou ja, praten doen we altijd natuurlijk. Ja, dat... Maar goed, ik zal dan een toespraak houden. Uh-huh. En dan, ik denk dat de generaal ook nog wat gaat zeggen. Nou is het zo, hij wil eigenlijk geen generaal genoemd worden. Hij is het wel geweest. Hij is zelfs directeur geweest van het Veteranenplatform. En van, hoe heet het? Nee, ik zeg het verkeerd. Dat kun je eruit knippen. Nee hoor, gaat hij maar gewoon door. Maar hij is directeur geweest van Brombeek. In Arnhem. Daar is hij, En hij zei, nee, noem maar gewoon Gerard. Oké, okay. Dus dat geeft ook wat informele tintje aan. Ja, rangen en standen bestaan bij ons. Ja, het is dan helaas voorbij. Tot slot, wat betekent dat voor u? Hoe ziet uw leven eruit na 18 december? Ik krijg daarmee krijg een bepaalde rust. Ja. Ja, want wat u niet weet, ik ben 13 jaar vicevoorzitter geweest bij de Korps Mariniers. Daar was ik wel 3 keer per maand aanwezig. Ja. En... nou, dat was best wel... daar zat ik ook in bestuur dan. Ja. En nu ben ik een jaar of 6, 7 hier in bestuur van de club. Ja. En toen nogmaals de... Hoe heet die? Meneer van der Lucht, de vorige. Ja, precies. En die, toen kreeg ik alles op mijn dak. En toen werd ik interim voorzitter. Ik werd secretaris, ik werd alles. Ja, maar dus eigenlijk... bent u nu wel een beetje klaar met dat georganiseren bedoel ik eigenlijk, en overal maar opdraven? Dus ik val niet in de gat. Nee, precies. Nee. U heeft nog ook een leuke thuisleven, waardoor dat wel goed komt. Mag niet mopperen. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier op de 18e nog met elkaar. Dank je wel. En nog heel veel geluk en plezier daarna. We hopen het. Dank je wel. U thuis bedankt voor het kijken. Dit was Gouwestad Informatief. Wilt u deze of eerdere uitzending in HD terugkijken? Ga dan naar onze website gouwestad.nl en kies onder de optie Uitzending gemist voor Gouwestad Informatief. Of kijk ook eens naar een van onze reportages van Gouwestad Actueel. Heel erg bedankt en graag tot ziens bij Gouwestad.